Strijders. Voordat we beginnen, jullie zien hier nieuwe kleding van Team Strijders. Daar hebben Raf en ik vandaag een shoot van gehad. Deze kleding kun je heel binnenkort bestellen. Nu is al het andere al in de sale. 21% korting. Dit komt binnenkort. Team Strijders merchandise. Check het linkje onder de beschrijving. Dan kun je het allemaal checken. Beste kleding van de wereld. God. Niks aan toe te voegen. Niks aan toe te voegen. En lekker zacht. En lekker zacht. Maar dat is het echt. Het is echt zacht. Wat gaan we doen vandaag? Wij gaan vandaag een crossbar challenge doen! Yeah! Yeah! Maar we hebben niet één, maar twee crossbars. De volgende is het geval, Raf. Let op. Oké. Okay. Let op. Raak jij deze crossbar, de paal telt niet, het is echt lat of kruising. Is dat één punt? Een kruising. Ja, eentje van die kleine. Raak je van het grote doel, de lat, of dan nog net de kruising daar, de paal telt niet, dan is dat twee punten. Yeah. We doen wie het eerst bij de 15 is. Dus je moet ook goed tellen. We gaan schieten met deze ballen. Wil jij daar wat over vertellen? Ja, dit is de nieuwe Team Strijders bal. Verkrijgbaar bij de Team Strijders website. Ja. Teamstrijders.nl. En weet je wat het leuke is van deze ballen? Ze zijn en heel goed, maar van de opbrengst gaat een deel naar Stichting Elk Kind een Bal. En dan help jij iemand op de wereld, een kind dat het niet eens voor elkaar kan krijgen om een bal te hebben. Dat is toch mooi, Raf? Dat is heel mooi. Nou, je hebt zin om te voetballen, hè? Okay. Hij heeft geen geduld. Nee. Wat hebben we vandaag gedaan? Ja, wat hebben jullie gedaan vandaag? We zijn op een blauwe atletiekbaan geweest. Ja. We zijn bij de skatebaan geweest. We zijn bij het basketbalveld geweest. Was wel leuk, hè? Overal en nergens. En het was superleuk. Toppie. Goed, jij mag eventjes meten dat we op ongeveer 7 meter staan. Volgens mij is dat de afstand waarop ze dan penalties nemen in de eetjes en zo. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Oké, okay, top. Leggen we eventjes mijn bankpas daar neer. Hartstikke logisch. Jouw pinpas. Zet ook maar 7 euro op. Oké. 39 euro. 39 euro. Begin jij of ik? Doe een snipje schaar even voor je mag beginnen. Jij mag mogen. Nee, ja. Oh, sorry. Kom, doe een snipje schaar. 1 keer, hè? Doe je dat zo snel? Doe dat steen, papier aan. Ja? Ha! Ha! Is de bovenste het makkelijkst? Ja? Oeh! Raak links. Ja, mooie mag door. Bal. Hier. Jij mag door, er liggen 3 ballen nog. Oh. Dan houden we de snelheid er een beetje in. Mis. Ah. We beginnen nu. We beginnen nu. Jammer joh! Verkeerde kant. Jammer joh. We beginnen nu? Prima. Paal. 1-0. Alle ballen verzamelen! Weet je wat we doen vanaf nu? Je mag gewoon 4 achter elkaar nemen. Oh, wel een mooie trap, hè? Prachtige trap. Zo rustig, je bent zo kalm vandaag. Oh! Oh! Oh, nee. Oh. Nee. Sorry. Mooi schot. Nee. Hoe vind je dat hij het heeft gedaan? Goed. Ja? Hoeveel punten heeft hij? Eentje. Eentje, oké. Okay. Hoeveel punten ga jij halen? Nog niet. Denk je dat je gaat winnen? Ik hoop het. Ik denk maar het wel, hoor. Koen is ook wel goed. Koen is ook wel goed, maar ik denk wel dat jij wint. Niet persoonlijk bedoeld, hoor, schatje. Mooi! Mooi! Dat is 1. Ik ben echt rustig vandaag. Ja, supergoed! Oh! 3-1. Oh, wat maak jij een punt eraf? Wat ik niet had verwacht. Had je dat niet verwacht? Nee. Goed hoor van jou. Dank je. Nu gaat Koen ook punten scoren. Best wel goed. Oeh,
die was wel echt close. Ik moet die bovenste raken, anders sta ik achter. Hoeveel staat het? Hoeveel staat het? 3 van mij. Koen is ook wel goed. Koen is ook heel goed, ja. Was dat kruising? Nee. Op de kruising, hè? Oh. Ja hoor. Oh. Vol treffer. Sorry. Ga maar liggen, ga maar liggen. Ja. Oeh. Het is de tussenstand. Ah, nu gaat het toch hard. Is het zo'n dag? 5-1. Ongekend. Is er meer ruimte nodig om die ballen goed te laten... Ik kan geloven, jongen. Oké, okay, doe een metertje erbij. Half metertje. 5-1. Ik heb nog 10 punten en dan heb ik gewonnen. Oh. Waarom telt hij niet dan? De paal telt niet. Oh. Ja. 5-2. Oh, schattig. Oeh. Die zat. Die zat wel in het goal, maar niet tegen de lat. Mij wel. Nee. Heel koud. Echt? Zo. Hij gaat de strijd wel met je aan, hè? Nog verder zelfs, kijk. Ralf, hoe vaak train jij je nou op schieten? Iedere dag. Iedere dag? Ja. Mooi hoor. Elke dag, je ziet het wel. Echt een goed schot, goede techniek. Komt-ie weer. Wow, die reken ik goed als kruising hoor. Ja. Jawel, die was kruising, zeker wel. Ja. 6-2. Oeh. Oh. 8-2. Oh. Zie je dat, Raf? Omdat je zo rustig bent, schiet je zo goed. Goed van jou. Wat is de tussenstand, jongen? 8-2 van mij. Oeh, goed zo. Ik ga vast daar staan voor de ballen zo meteen. Ja, ga jij ze maar vangen. Schoentjes gaan uit. Moeten we wat bedenken, jongens. Zieke delay. Er zijn geen excuusjes meer. Ola, ik doe het ook. Oh. Het pak ligt het ook niet. Raf zijn schoenen gaan ook uit. Alles op de schoen. Een meter naar achter, ook een meter naar achter. Schoenen uit. Ook schoenen uit. Oh, het helpt wel. 8-4 van Koen. Ja, staat voor, 8-4. Oh, nee, ik bedoel 8-4 voor mij. Lat. Nee, verkeerde lat. Kijk. Ik redde je serieus. Ja, moet toch zonder jou, liefje. Niks. Nee, 8-4, 8-4. Nee, 8-6. Nee, die andere was niet raak. Dat was een grapje van Koen. 8-4 voor mij. 8-4 voor jou. Oh, wat doe jij dan? Het valt me zwaar hoor. 8-4. Hij kan het nu afmaken. Als je 3 keer die bovenste raakt en 1 keer de onderste. Oeh. Ja, raak. 10-4. Had je hem erop? Ja. Oeh. Wel op het laatste moment, maar... Ja, ja hoor. Oh. 11-4. Wat smerige... Ja! Hoe staat ik. Het? Hier ben ik. Hier ben jij, ik was je aan het zoeken. 11-4. Voor? voor dat nare ventje, nee. Hij kan goed schieten. Voor dat schatje. Voor dat lieve manneke. Wat zei je? Hey, winnen is winnen, jongen. En verliezen is verliezen. Ik kan ook een ander potje doen. Hij lijkt te veel op mij. Dan scoort hij zo en dan zegt hij... Ja! Ja! Ja. Doen. Maar het is wel heel schattig hoe vaak hij heeft gezegd. Maar Koen is ook echt heel goed. We gaan tot de 30. Nee. Je moet wel naar huis. Ja, dat maakt mij niet uit. Raf, winnen is winnen, maar je bent er nog niet, hè? 11-4, ik weet het niet. Nu komen er 2 of 3 van mij die raak gaan. Dan wordt het weer spannend. Je weet, dat hij dat op zijn sokken, dat is goed nieuws. Weet je wat ook leuk is? Nee. Dat weet ik niet. Weet je dat niet? Nee. Ah, wat zie je er knap uit. Thanks.
Met je mooie vestje. Ja, die is mooi, hè. Ben je daar blij mee? Ja. Ja, hè. Weet je wat ook leuk is voor beeld? Dat je twee zwarte daar legt en twee witte daar. En dat je één iemand met links schiet en dan tegelijk. Dat stukje moet je maar even tussenuit halen. Maar waarom ga je vanaf zo ver nu? Hoeveel meter zou dit zijn? Ja, nou, dit is wel 11 meter ongeveer. Het is te makkelijk, zie je? Hij ziet geen uitdaging meer in gewoon normaal tegen mij spelen. Het is te makkelijk allemaal. Ja, bijna weer raak. Het is verschrikkelijk. Nee, ja, hij zat maar. 11-4. 11-4 nog steeds, ja, klopt. 11-4. Ja. Oh. Raf, hoe oud was je ook alweer? 8. Hoezo? Ja, weet ik niet. Omdat je zo goed bent. Ik zit elke keer net iets te hoog. Hopsa. Doet hij ook nog even erbij. Het is niet veel. Nee, hè? Die wel. Die ga ik wel even pakken. Nou. Hij is degene die alle ballen haalt. Hij is het aardigst. Hij voetbalt het best. Ralf, wat is er nog voor mij, zeg maar? Er is geen titel meer voor mij over. Maar als je je best doet, dan kan je niet meer doen. Wijze woorden. Wijze woorden. Ik weet niet of ik er blij van word, maar het zijn wijze woorden. Maar je bent echt wel super knap. Niet te ver. Vier. 15, 16 vier. Oh. Die was gewoon dubbel. Dat was het enige wat er nog kon gebeuren waardoor het nog erger zou worden. Oh, what the fuck. Wat de hel bedoel ik. Hey, ja, dit is de meest schandalige poging van vandaag. Die krijg je ook op je naam. 18 vier. Wat zei je? 18-4. Goed gespeeld. Raf, je bent oud genoeg om het te weten. Anderhalf jaar geleden heb ik je misschien een keertje laten winnen, maar nu ben je zo goed geworden dat het niet meer hoeft. Oké, jongens. Tot de volgende keer. Goed gedaan, jongen. Ik ben trots op jou. Ja, jongens, ja. Dit is hoe goed ik kan voetballen nu. Het is bijna gênant voor mij. Ik raak ook wel heel weinig, maar ja, hij is echt goed. Hop, yo. Raf? Ja? Je bent de beste. Dank. Weet je wat je nog alleen even mag zeggen? Nee. Wil je even zeggen tegen de mensen, bedankt voor het kijken? Bedankt voor het kijken en abonneer op Koen Weiland. En laat zeker een like achter. Ja, dat is wel heel duidelijk. En waar kan je die hele leuke hoodies verkrijgen? Die links zit in de beschrijving. 100voetbal.nl/teamstrijders, denk ik. 100voetbal.nl, dan zie je ze. Team Strijders. Ja. Kom nog één poging, jongens. De laatste. Nee. Nee.